Ik hoop dat hier heel veel talenten vandaan komen en ook heel veel kinderen altijd blijven komen. Ik hoop echt iets groots neer te zetten. Omdat ik graag de kinderen van de straat af wil houden en ook me een kans te geven om een sport te doen die ze misschien wel heel leuk vinden. Je staat hier nu. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, heel belangrijk. Ja, een jaar geleden kon ik niet eens meer staan en nu sta ik er alweer. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. En dan ook nog in je eigen dartschool? Dat is het mooiste van alles. Gewoon om zeg maar, de dingen die ik allemaal heb geleerd, die wil ik de kinderen ook bijbrengen. Daarom ben ik ook dit begonnen, zeg maar. Ja, want hoe gaat het met je revalidatie? Ik ben helemaal klaar met revalideren. Ik kan weer lopen, ik kan alles weer doen, ik kan weer darten. En nou proberen het leven weer verder op te pakken. Ja, want hoe helpt jou dit terug op de weg naar de top, zo'n dartschool? Heel erg, want je bent altijd met darten bezig. Kijk, en als je thuis bent, ja, ik heb thuis ook aan het dartbord, maar je bent niet altijd met darten bezig. En nu ben je altijd met darten bezig en dan gooi je een paar keer met die kinderen. Ja, dan is het ook goed voor jezelf. Het is ook een soort training.